Ja, vooral omdat het is zo schijnend, omdat het is al een kwetsbare groep. En als dan ook nog zoiets wat voor die groep vaak als luxe artikel wordt gezien, dat ook nog gestolen wordt, ja, dat gaat je wel aan het hart. Minder dan een maand geleden werd Den Haag opgeschrikt door een laffe inbraak bij Voedselbank Haaglanden aan de Bomaweg. Duizenden euro's aan verzorgingsspullen verdween en dat leverde veel reacties op. Nou, we zijn er echt door geraakt dat er zo in de samenleving zo gereageerd is op ons persbericht. En dat er uit diverse zijden mensen zijn geweest die gezegd hebben, wij willen jullie ondersteunen. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Veel mensen kwamen direct in actie om de voedselbank te helpen en de donaties blijven maar binnenkomen. Waaronder ruim 1000 tubes tandpasta. Wij hoorden van dit bericht op de radio en hebben naar aanleiding daarvan contact opgenomen met een aantal partners. Omdat we dusdanig geschrokken waren over het voorval dat we hoopten daar iets mee te kunnen doen. En ja, met dank aan Colgate en Dentaid hebben we dus 1200 tubes tandpasta kunnen verzamelen om te overhandigen aan de voedselbank. Want ook de leveranciers zagen de ernst van de situatie. Ja, vooral omdat het is zo schijnend, omdat het is al een kwetsbare groep. En als dan ook nog zoiets wat voor die groep vaak als luxe artikel wordt gezien, dat ook nog gestolen wordt, ja, dat gaat je wel aan het hart. Dus deze symbolische aan jullie. Ja, als we daar dus even zo samen vastpakken. Ja. Met deze donatie kan de voedselbank weer even vooruit. Persoonlijke verzorgingsproducten zit niet standaard in ons pakket. Maar wij proberen ook die producten heel regelmatig aan mensen te geven. En ja, door deze acties wordt dat gewoon weer aangevuld. En daar zijn we heel erg blij mee. De voedselbank is altijd op zoek naar nieuwe leveranciers en donaties. Mensen die willen doneren kunnen mailen naar info@voedselbankhaaglanden.nl.